Welkom. Dit is de eerste aflevering van het COVID-19-journaal. In dit programma wordt u dagelijks zo omstandig mogelijk geïnformeerd over de laatste stand van zaken in onze strijd tegen het gevreesde coronavirus. Het kan niet voldoende worden benadrukt om de inmiddels gangbare COVID-19-maatregelen stipt op te volgen. De meesten van ons zijn hiervan doordrongen, maar het lukt nog niet iedereen om de sociale afstand te houden, samenscholing te vermijden en bij herhaling de handen en contactpunten te ontsmetten en op straat een mond- en neusmasker te dragen. Het zijn uiteindelijk deze maatregelen die een snelle verspreiding van het virus kunnen voorkomen. In dit eerste COVID-19-journaal krijgt u een statement van de minister van Volksgezondheid.
Minister Amar Ramadine, die erop rekent dat de totale samenleving nu verantwoordelijkheid neemt en de regels stipt opvolgt. De oplevering van het eerste veldhospitaal in Suriname is een feit. De minister van Volksgezondheid heeft zich maandag georiënteerd en is onder de indruk van de naar internationale standaarden opgezette noodopvang. Hier kunnen iets meer dan 100 patiënten met milde COVID-19 klachten worden verpleegd. Mocht hun situatie enigszins verergeren, dan kan zo'n persoon meteen specialistische hulp worden aangeboden in het regionaal ziekenhuis Wanica. Het veldhospitaal is vanaf dinsdag 11 augustus operationeel. We staan hier in een mobiele faciliteit, een aparte faciliteit op het terrein van het Wanica ziekenhuis. Dat is een faciliteit die wij hebben laten opzetten voor de opvang van positief geteste personen. U weet, sinds ik mijn aantreden ben ik geconfronteerd met een gering capaciteit aan opvang. Positieve patiënten waarvan de capaciteit in Suriname zo gering was en op de druk hoog was, dat wij moesten uitkijken naar mogelijkheden om onze capaciteit initieel en heel snel uit te breiden. We hebben dus daartoe vorige week besloten om een grote tent op te zetten op het terrein van Wanica. Waarom op het terrein van Wanica? Omdat het Wanica ziekenhuis is een COVID-dedicated hospital. We hebben ervoor gekozen om een tent op te zetten waarbij in deze tent en in deze faciliteit de mensen die milde gevallen dan, maar wel positieve gevallen, hier gehuisvest kunnen worden. En waarbij in ieder geval een flow is, een goede flow, als de mensen zich erger mochten voelen en de situatie en de conditie verslechtert, dat zij heel snel kunnen gaan in de ziekenhuiszorg. Die eigenlijk op steenworp afstand is. U begrijpt dat patiënten, vooral COVID-patiënten, ineens kunnen verslechteren en dat je dus heel snel erbij moet zijn. Aangezien wij moesten besluiten, hebben we dus hier een ruimte, gelukkig, om de tent op te zetten. En vandaag heb ik inderdaad de rondleiding gehad. In dit COVID-19-journaal krijgt u de komende tijd veel inkijkmomenten in hoe het Outbreak Management Team en alle gezondheids- en speciale diensten eromheen de situatie rond het coronavirus onder controle houden. Meer besmettingen betekent meer zieken. En als wij als samenleving nu niet de juiste houding nemen, zullen we opvang van meer COVID-19-gevallen niet aankunnen. Wij rekenen op uw medewerking. Hou sociale afstand, was regelmatig uw handen en gebruik een mond- en neusbedekking over straat.